Lichtervelde, een West-Vlaamse gemeente met nog geen 9000 inwoners, heeft al sinds 1924 zijn eigen cinema. Toen de eigenares in mei op 83-jarige leeftijd overleed, leek ook de cinema heen te zullen gaan. Maar dat was buiten 7 ondernemende inwoners gerekend. Ik heb vrij snel 6 mede-investeerders kunnen vinden. Mensen uit de gemeente Lichtervelde die een nauwe band hebben. En die in feite zeggen van kijk, wij willen het cultureel, historisch erfgoed dat hier aanwezig is en dat ondertussen erkend is door minister Geert Bourgeois. We willen dit eigenlijk bewaren, we willen dit mee beschermen. Het enige nieuwe in de nieuwe Cinema de Keizer is de projector. Geen 35 mm meer, maar een digitale projector. Speciaal ontwikkeld voor kleine, onafhankelijke cinemazalen door een ander West-Vlaams bedrijf, Barco. Het wordt steeds moeilijker om 35 mm content te krijgen natuurlijk. Hè. En de studio's willen daar ook van afstappen. 35 mm is ook als medium veel minder flexibel, veel duurder om mee te werken. Dus de digitale conversie, laten we zeggen, is een absolute must. Zo'n digitale projector is een serieuze investering, bijna 50.000 euro, maar laat de eigenaars toe om veel meer films dan vroeger te programmeren. Ook tijdens de week, wanneer de cinema gesloten is voor het publiek, kunnen er dankzij de nieuwe projector andere activiteiten plaatsvinden. We stellen de zaak ook ter beschikking van bedrijven, van organisaties. Wij denken ook aan families om eigenlijk hun privéfilmpjes, hun fotoreeksen van vroeger samen te bekijken in een mooie cinemazaal zoals u die achter u ziet. Cinema de Keizer opent vanavond opnieuw de deuren voor het grote publiek. Je kan er onder meer gaan kijken naar De Hobbit en Brasserie Romantiek. Leslie?